Hoe vaak is het al voorgekomen dat het 26 graden was op 1 oktober? Nou, niet zo vaak in ieder geval. We hebben jaren gehad dat het niks was op 1 oktober, dus dit is ideaal. En vandaag is het uitverkocht. Ja, dat mag ook wel na zo'n regenbouwvak vakantie. Hebben jullie slecht jaar gehad? Ja, toch wel in het toeristenseizoen heel veel geregend. Dus toeristen komen niet terug. Dus in die zin is het minder jaar geweest dan andere jaren. En dan bestonden jullie dit jaar 75 jaar? Ja, geweldig toch? Wat hebben jullie nog allemaal gedaan? Van alles eigenlijk. Een mooi boek uitgebracht, hè? Dat is Nicole vooral. We zijn begonnen met een weekend gratis entree, ja. 2 en 3 juni. Het was eigenlijk een beetje de aftrap en we willen dat 75 jaar, zoals het is opgebouwd, in 22 mei 1948 is de stichting opgericht. En in een aantal jaren is de speeltuin opgebouwd en zo willen we ook ons 75-jarig jubileum vieren. Dus we zijn begonnen met gratis entree voor iedereen, want dat is gewoon onze doelstelling. We willen er zijn voor de gezinnen met een smalle beurs. En medio november komt ons boek uit, fotoboek, 75 jaar herinneringen aan het speeltuin Kitskesberg. En er staan heel veel verhalen in van mensen, er staan heel veel foto's in, ook heel veel oude foto's. En iedereen die hier ooit geweest is, die heeft dadelijk herkenningspunten in het boek. Nou is het 75-jarig bestaan na dit jaar voorbij. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, 75 jaar erbij, hè? Het liefst. Ja, tuurlijk. Zorgen dat het zo lang mogelijk allemaal blijft bestaan. De kinderen kunnen blijven genieten. Hopen dat we nog ooit eens iets leuks erbij kunnen maken voor de kinderen. Waar we wel mee bezig zijn, hè, met de urban sport. Dus hopen dat dat ook gaat lukken voor de grotere, oudere doelgroep, zeg maar. En het boek wat jullie uitbrengen, dat moet daaraan bijdragen, zeg maar. De opbrengst van het boek, dat wordt gebruikt weer voor de speeltuin. Ja, dat klopt. Wij zijn dus aan het bouwen aan een meergeneratiespeeltuin. Ja. Dat wil zeggen dat we de doelgroep gaan uitbreiden voor 10 tot 16-jarigen. Daarmee zijn we begonnen met het trampolinepark, wat echt een hit is voor de oudere kinderen. En ook samengestelde gezinnen, vriendengroepen, die kunnen nu allemaal terecht, omdat er eigenlijk voor iedere doelgroep wat is. En we willen dan nog dat urban sportpark toevoegen. Dat is een combinatie van freestyle, freerun, Ninjago Warrior. En daarmee maken we dan eigenlijk de speeltuin generatieproef. En kan ieder kind naar buiten. Want ieder kind moet minimaal 2 uur per dag buiten spelen, volgens de wetenschappers. Om bijvoorbeeld bijziendheid te voorkomen, maar ook natuurlijk om overgewicht tegen te gaan. En omdat gewoon oma al zei dat het gezond was. Krijgen jullie voor die doelstellingen nou ook nog subsidie of op een andere manier geld? Ja, natuurlijk zijn we bezig met fondsenwerving daarvoor. Er loopt ook een crowdfunding, die kunnen mensen vinden op onze website. Dat wordt steeds moeilijker, dus we moeten het toch hebben van dat de mensen hier komen en een ijsje kopen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En natuurlijk ook als je het boek koopt, de opbrengst van het boek komt ook volledig ten goede aan dat project. Oké, nou, hoe lang zijn jullie nog open? Zo lang mogelijk hopen wij, maar dat ligt geheel aan het weer. We hebben nu in oktober de openingstijden helaas wel al moeten verzetten naar alleen de weekenden en de woensdag. We hopen natuurlijk dat dat in november nog verder gaat, maar ja, dat hangt een beetje van het weer af hoe dat in elkaar zit. Misschien nog een winteractiviteit verzinnen. Ja, als wij daar nieuwe vrijwilligers voorbij krijgen, kan dat. Maar ja, we hebben maar een beperkte groep vrijwilligers helaas. En die zijn van de zomer echt wel moe. Dus die hebben ook een keer rust nodig. Ook een keer in de weekenden rust nodig. Dus als zich nieuwe mensen melden die een winteractiviteit willen doen, of die nog een dag extra open willen houden, is iedereen welkom.